Kom maar, dat lukt. En zoals dat hoort hebben we ook de drie beste plekken. Gaan we al naar de mooie bekerse ereplekken van dit jeugdtoernooi U15 te Moerbeke. Op de derde plek, Maria Bullig. Op het veld, maar ook niet heel onbelangrijk, de mensen naast het veld. Want ook deze bepalen de sportiviteit van een wedstrijd. En van het jaar zijn de winnaars van deze toch wel niet onbelangrijke beker de mensen van Maria Bullig. Een hartelijk applaus. Proficiat. Voilà, dan ondertussen weten we wie bij de U17 eerste, tweede, derde tot en met negende is geworden. Maar die jongens die gaan eerst even een douche pakken, haren goed leggen en komen dan hier en dan gaan we verder met het prijsuitreiking van de U17. Ondertussen kunnen jullie aan de top met een goede koele pin drinken of een cola. Er is wat eten in de tent, ik ga weer muziek naar je. Ruben! Want dat kunnen we hier ook.